Naast mij Michelle Kramer. Jij komt echt net van je pony af. We hadden het er net al even over. Een pony die wij wel kennen. We hebben hem een keer voorbij zien komen. Ja. Dat is de oude pony van? Milou van Engeland. Ja. Die hebben wij in het verleden ook geïnterviewd. Je hebt nu 3 dagen lang in Sint-Truiden gestart. Mooie scores gereden. Vandaag de finale, de Kuur op Muziek. Ja, ik heb het gekeken. Ik vond het er heel goed uitzien. Wat vond je er zelf van? Ja, het was wel de beste proef van de 3 dagen, want de vorige 2 dagen ging niet eigenlijk zoals ik had gewild, maar ik ben wel tevreden dat ik nu hiermee dit weekend af kan sluiten met de Kuur. Ja. Nou, wat je net al aangaf, je hebt natuurlijk al een aantal internationale wedstrijden op zitten. Dit jaar ga je ook het laatste jaar bij de ponies ook nog mooie wedstrijden opzoeken. Het concours Sint-Truiden, wat nu voor de 2e keer georganiseerd wordt, echt speciaal voor de jeugd. Wat is jouw ervaring? Hoe heb je het hier gevonden? Nou, ik vind het hier sowieso heel goed geregeld. Gewoon altijd iemand bij de stallen en ja, het is gewoon een topwedstrijd eigenlijk. Ja. En we hebben geluk gehad, want we hebben 3 dagen geen regen en heerlijk een zonnetje gehad. Nou, eventjes over jouw pony. Je hebt natuurlijk in het verleden al mooie internationale wedstrijden gestart. Het is nu, ja, je bent 16, je mag nog dit jaar bij de pony starten. Wat je zelf net al heel even kort aangaf, dat ga je ook knallend doen. Want volgens mij heb je nog een aantal leuke wedstrijden in de planning. Ja, ik wil graag nog naar Compiègne en Hagen en Waregem. Dat zijn wel leuke wedstrijden. Ik ben vorig jaar ook in Waregem geweest en ja, het was ook een mooie wedstrijd, dus ik wil er graag terug. Ja. Maar nou heb je niet alleen deze pony, je hebt ook nog een andere pony, daar heb je mee gesprongen. Is dat ook iets dat je zegt van nou, daar wil ik mee, nog mee doorgaan? Of heb je dat gewoon echt in het verleden gedaan? Omdat ja, iedereen die in de jeugd zit, doet eigenlijk ook wel springen, eventing en dressuur. Heb je bewust de keuze voor de dressuur gemaakt? Ja, dressuur ligt me eigenlijk gewoon net iets beter. En ja, springen ligt eigenlijk niet echt voor mij om daar verder in te gaan. Want ik ben eigenlijk niet zo'n held en ik vind het al gauw te hoog. Dus laat mij maar gewoon lekker dressuren. Ja. Nou ja, wat de pony voor het springen betreft, die staat bij iemand anders. Maar jij wilt heel graag ook wel de overstap naar de junioren gaan maken als het eventjes kan volgend jaar. Je hebt al een hele leuke 5-jarige thuis. Dan kan je daar wat over vertellen? Ja, hij is nu 5 jaar en we hebben hem gekocht omdat hij eigenlijk gewoon heel goed kon lopen. Maar hij kan eigenlijk nog helemaal niks, dus eigenlijk moet alles moet nog geleerd worden. Alleen als hij eenmaal alles kan, dan denk ik wel dat ik er goed mee in New York kan gaan rijden. Ja. En die staat nu bij jou thuis of staat hij bij iemand anders? Nee, hij staat nu bij iemand anders in training. Ja. School, druk, paarden. Veel paarden is niet te combineren zeker? Nee, sowieso met school is het heel druk. En eentje, als ik er nu eentje intensief ga rijden thuis, dat is eigenlijk wel meer dan genoeg. Nou goed, nou is het hier voor jou nu klaar, Sint-Truiden. Sluit je het met een goed gevoel af? Ja, zeker de Kuur, die ging al stukken beter. Dus ik mocht niet klagen over de weekend. Ja. Nou, dankjewel dat je eventjes tijd wilde maken. Ik zou zeggen, loop naar je moeder toe, want die is eventjes met jouw pony gaan uitstappen. Heel veel succes nog dit jaar bij alle wedstrijden die je nog mag doen met de ponies. En wie weet zie je je snel weer. Dankjewel. Ja, dankjewel. Kimberly Pap, Sint-Truiden. Ja, wat zal ik zeggen? Feestje. Ja. 1-1-1-1, een hattrick. Vloeds Victory, dat is natuurlijk een paard die je nog niet zo heel lang rijdt bij de junioren. Ja, kan je daar wat over vertellen? Want wij hebben hier alle dagen de proeven gezien. De Kuur vandaag, die je nog niet zo heel lang rijdt. Eigen nieuwe Kuur. Het is gewoon, vanaf de zijkant ook, iedereen zegt het is gewoon genieten. Dat is denk ik voor jou ook het geval. Ja, klopt. Ik ben echt mega blij ook dat het zo goed is gegaan. Ik rijd hem dus sinds december. En het is mega hard gegaan. We hebben een paar keer Z2 gestart, de junioren gestart. En elke wedstrijd zoveel progressie ook. Ja, en dat ik nu dit 3 keer neer kan zetten, dat is wel echt top. Ja. En het waren ook gewoon nog eens mooie punten, want het was gewoon echt iedere keer boven de 70%. Vandaag, nou ik ga er toch even op terugblikken. Kuur op Muziek, iedereen stond aan de zijkant echt gewoon van wauw, dit is gewoon zo mooi om te zien. Maar het is een kuur die je nog maar net hebt. Hoe vaak heb je deze kuur überhaupt gereden? Op het NK heb ik hem eigenlijk voor de eerste keer gereden. Alleen daarvoor heb ik hem 1 keer geoefend. Want ja, het ging allemaal super snel natuurlijk. En vorige week had ik dan ook Joostland, dus dan kon ik hem eigenlijk ook tussendoor niet meer oefenen. Dus dat was eigenlijk niet zo vaak. Ja. Nou is het wat je al zei, je rijdt hem nog niet zo heel erg lang. Het is niet jouw eigen paard, jij mag hem voor mensen uitbrengen. Mensen kennen jou natuurlijk van de ponies, want je hebt daar natuurlijk ook met Pippin heel goed gepresteerd.
Eerste jaar eigenlijk junioren, maar ook laatste jaar. Young Riders zitten dan ook nog aan te komen. Is Vloed Victory dan ook een paard dat je zegt van nou, dat gaat ook richting de Young Riders? Is dat iets wat jouw streven ook is? Ja, in principe wel. Als het gewoon allemaal goed blijft gaan. Dit jaar natuurlijk eerst even op de junioren focussen. Maar als dit jaar voorbij is, wil ik het toch graag gaan proberen bij de Young Riders. Junioren focussen lijkt me heel verstandig, want daar gaat het gewoon heel goed. Nou is het natuurlijk niet het enige paard wat je hebt. Je hebt nog een gekeurde hengst staan. Je hebt een merrie staan, wat je net zei. Daar komt heel binnenkort een veulentje uit. Wat is daar de afstamming van? Waar heb je hem mee laten dekken? We hebben hem laten dekken met Jervo. Dat is een Verdo. En de Mary zelf is een Dream Boy Malt Yes. Ja. En die rij je voor de rest ook op wedstrijdniveau? Ja, nou die wordt dit jaar pas 4. Dus ik heb hem een paar keer meegehad in de B. Heeft hij het ook supergoed gedaan. Maar daar ga ik hem straks oppakken en dan gewoon weer opleiden. Ja. Dus in principe heb jij straks 3 paarden waar je mee kunnen zien. Wat is dan een beetje de verdeling die je gaat doen? Want ja, je kan met net zoals vandaag mooie internationale wedstrijden rijden. Hengst, Mary die nog jong is. Hoe ga je dat zelf inplannen? Nou, het scheelt wel dat die allebei 4 worden, die 2 jonkies. Dus ja, ze rijdt ze een paar keer per week. En als ze een keer een weekend helemaal stil staan, ja, dan staan ze een keer stil. Daarom zijn ze mega jong, dus dat is wel heel fijn. Ja. Streven denk ik dit jaar, EK? Ja, we gaan het natuurlijk proberen. Maar ja, het zal super gaaf zijn als het lukt. Maar ik ben sowieso ook al blij wat ik tot nu toe allemaal heb gehad. Nou, en als het niet lukt, dan gaan we gewoon weer verder. Nee. Nou, absoluut. Daar mag je gewoon echt super tevreden op zijn. Want het is gewoon iedere keer dat je aan de start komt, gaat het gewoon goed. En er zit eigenlijk een stijgende lijn in. Ik hoop dat je die vasthoudt. Ja. Richting EK ga ik zeggen heel veel succes. En wie weet gaan we je daar terugzien. En ja. Dankjewel. En straks een fijne thuisrit. Want het is nog wel eventjes rijden voor jou, denk ik ook. Hè? Ja, 2,5 à 3 uur. Dus dit is nog wel een stukje. Ja. In ieder geval dankjewel voor je tijd. Ja, heel erg bedankt. Jana Lang, you were competing for Germany, so we have to do this interview in English. You competed here with 2 horses, NK Cyril and your own pony Nur für dich. 3 days of competition, 2 days with 2 horses and today in the freestyle. How was this event for you? It was very cool, so the arenas were very cool and the ponies liked them and the organization is also very, very good. Yeah. The first day you were competing with Cyril and Nur für dich. A first place and a fourth place. The second day you became second with Cyril? Third. Was it a test with a mistake or was it just a test that someone else was better? I had one mistake, but yeah, a mistake can happen everyone, yeah. So that's, yeah. Yeah. Well, there were 3 horses, ponies, you, Sanne van der Pols, and your colleague from Germany. You were very, very close. You saw that in the freestyle today. First of all, you were in the arena to do your new freestyle. Was that the freestyle you competed here for the first time with, or did you already test it? No, I wrote it the first time today. Okay. And it's a lot of German music in it. Is this the choice you made, or was something someone thinking this before you? No, I think it's the first time because it's Helene Fischer and I don't know someone who has Helene Fischer, but I thought it's very cool because I always get goosebumps when I heard it. Yeah. And yeah, I really like it. Yeah. And you compete in Germany or in Europe and it's representing your country, the German music. Second one today, Sanne van der Pols. What did you think of her pony? She was competing very strong also this weekend. Yeah, I think that she rides really good and I really like her pony. So I think she really deserves which places she rode. Yeah. And also that she won yesterday, I think she really deserved it. And then the third place, it's from your colleague from Germany. What's her name? Leah. Yeah, Leah. A third place in the freestyle. Is that a person you compete often with? Yeah, sometimes. We both ride for Germany, so we sometimes compete together. Well, this was Sint Truiden.
you did the European last year. What's the plan for this year with Cyril and Noor for Dieg? So with Cyril, I mean, it would be great if it would be like last year, but we'll see what comes. And with Noor for Dieg, yeah, also we'll see what comes. And yeah, he always gets better, so yeah. Let's see. Yeah. Well, thank you. You just did the doping test. Your parents already go to the trailer, and then you go home for a drive of 10 hours. Thank you for the time. Have a safe trip home, and we'll see you soon. Thank you.